Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We hebben echt een geweldige video. We hebben een McDonald's mukbang, maar eigenlijk een veel leukere als normaal. Ja. We hebben namelijk Animal Style Fries. We gaan ze nog bouwen, zeg maar. Ja. We hebben ook nog andere dingen besteld bij de Mac. Een Big Mac, dat past erbij, want het is een Big Mac saus. Ja. En kip nuggets. Ja, wat moet eerst? Eerst de saus en dan daarbovenop. Oké. Okay. En dat hebben jullie gezien. Ja, nee. Oh ja. Oké, we gaan eerst even de beelden laten zien hoe we dit allemaal hebben gemaakt. Oké, de girls staan in de kitchen. En we gaan koken. Nou ja, we gaan niet koken. We gaan letterlijk uitbakken. Uitbakken. Zo lekker veel. En oh ja, en het sausje maken. Dat natuurlijk ook. Ja. Wat ook. Oh, die ook nog hier. Lekker die uitbakken. Nou, doe jij de ui ander? Ja. Hier botertje. Dan ga ik wat sausje maken. Je moet gewoon uitjes bakken. We hebben dan al voorgesneden ui, want ik was lui. Ja, kijk, voor de mensen die het misschien gemist hebben en die alleen mukbang kijken. Ik ben verhuisd in Amsterdam. So this is my new home. Maar ja, nu zijn we skere studenten. Ook al ben ik geen student. Skere tijden. Okay. Je moet gewoon letten op de kleine dingen. Dat scheelt gewoon echt. Ja, dat is het. Oh ja, ik dacht misschien kunnen we het in deze schaal maken. Ja. Dat is perfect. We gaan gewoon zo'n hele bak. Ja. Met friet, saus. We gaan de video open hoor. Maar we gaan een hele bak saus. Ja, echt niet normaal veel saus. Lekker beutertje, mais. Beuten, lekker beutertje. Mag ik een broodje met beuten? Zo, je gaat dat zakje gaat over dat muur. Laten we eerst maar alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Rustig aan. Oh my god. De saus ga ik even maken. Ja, nu gaat het goed. Even dingetje aan. Mayo. Ketchup. En mosterd. Ja. Zo. Oh. Mixen. En een beetje augurkensap. Ja. Ja. Zo. Ja, we moeten een beetje augurkensap. Oké, dan die ui. Maar als je een hap neemt, dat is gewoon al die kaas ja. En saus. Oh, geweldig. Eigenlijk is, vind jij dit bruin genoeg? Of wil je het nog bruiner? Nee, voor mij vind ik het ook best zo hoor. Nou beter? Ja. Mmm, oh, lekker sausje. Heerlijk. En de uitjes. Helemaal goed bakken en al. Oh my god, het is er! Ja, het is zo fantastisch. We hebben dus ook andere dingen. Wat zit, ja, hier zit friet in. Ja. Oké. Okay. Gooi het erin. Ik moet er ook buiten. Ah. Ja. Geweldig. De kaas. Maar de saus gaat eigenlijk niet in de oven, wel? Nee. Nee, volgens mij niet. Lekker veel kaas. Wat cheddar kaas. Maar je kan eigenlijk ook kaas. Maar het hoort wel echt met cheddar, toch? Ja, dat is wel lekker zo. Zo, dit is al genoeg, hè? Zo, dit is echt niet normaal. Oké, even nippen. In de voorkant de oven even. Ja. Gaat wel met die kaas en het smelt. Ja. Oeh. Oké, dan de saus. Oh mijn god. Dit is toch, dit hebben we, hier craven wij ook al zo lang naar. Dat is net met die noedels. Oh. We hebben echt wel wat van die rare dingen. Craving. Het is allemaal zo fantastisch. Hoppa. Moet erin drijven. Ja, dat is wel... Dan hebben we lekker uitjes. Het zit ook al natuurlijk in de saus. Maar er bovenop nog. Het geeft een extra lekker crunch. Nou, ze zijn niet heel knapperig, maar gebakken ui heeft een hele lekkere smaak. Ja. Zo lekker. Oh my god. Nou, dat is echt precies hoe het moet. Ja, ik vind het best. Ik wil aanvallen. Ik ook. Oh my god. Look at this. Nou, maar ik was toen. Mm. En is lekker. Dat is niet normaal. Mm. Oh, die friet is al geweldig. Is de saus gelukt? Ja, ik ben wel met koud al. Wat is koud, die friet? Ja. Oh. Door de saus. Een hele hap. Ik denk door de saus. Mm. Maar het is niet normaal. Ja. Die uitjes. Ja. Die maken het echt. Die maken het. Oh mijn god, het is lekker. We gaan even zitten wegschansen. We gaan gewoon schansen. Alsof het niks is. Mm. Dit is echt een aanrader. Dit is niet normaal.
Ook, het is ook een lekker katervoer. Mmm. Dit op een kater, in een kater. En het is eigenlijk wel chill als je McDonald's kan bestellen. Maar. Eigenlijk. Maar. Die friet was wel een beetje. Nou. Taaier geworden. Nou. Nou, ik heb gewoon zoveel honger. Ik ook. Het is gewoon. Weg te vreten. We hebben ook gewoon geen iets waarop gaan hebben. Nee. Oh. Mmm. Lekker, hè? Ik vind het niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Dat is echt fucking lekker. Ik hou gewoon als het zoveel saus is. Hoe is die saus van die curry? Ah, lekker. Ja? We hebben dus een curry sausje bij de kinderwets. Mmm. De kinderwets zijn ook een beetje taai. Ja. Een beetje koud. Dat heb je dus als je natuurlijk wacht op je... Ja. Bezorgen. Ja. Ja. Het smaakt een beetje naar Molino nou. Ja, curry. Ja, maar het is een bepaald ander sausje. Ook een beetje curry wel. Hoe noem je dat? Het heeft zoiets... Ik kan er niet op komen. En het is ook een Big Mac. Nou, daar moet ik ook even af. Kijk die saus. Mmm. Niet normaal. Mmm. Dit hebben dus dezelfde saus. Nou, proef je het? Ja. Dit is ook wel koud. Maar ja, maakt het niet minder lekker. Het is allemaal pak lekker. Ja, is die goeie? Ja. Maar ik vind die friet wel het lekkerste van alles. Ja. Mmm. Zo lekker sausig. Mmm. Deze is iets zuurder. Misschien. Dat zag ik op sommige TikToks, maar dat heb ik niet. Dit deed er appelazijn door. Huh? Ja. Mmm. Nou. Ja, dit is gewoon echt top. Normaal. Maar ik ben heel benieuwd of mensen dit kennen. Ja. Want ja, het is wel heel bekend, maar ik denk of je kent dit echt, of je denkt echt wat de fuck is animal style fries. Ja. Ik vind het een uitzien. Maar volgens mij kan je in Amerika gewoon dit soort dingen kopen in Mac. Of met poutine of zo. Huh? Ken je dat? Poutine? Maar zo heet je saus. Poutine? Animal style fries toch? Ja. Er zit ook een soort van witte saus overheen. Oh. Volgens mij is dat... Moet je maar eens opzoeken. Iets met poutine of poutine. Dat ken ik niet. Nee? Dat ken ik niet hoor. Dit komt van In-N-Out. Nou. In-N-Out, die verkoopt animal style fries gewoon op hun menu. Oh mijn god, waarom ben ik niet in Nederland? Ja. Maar het is ook alleen in California volgens mij. Oh. Niet in de rest van Amerika. Nee? Nee. Mm. Die bak gaat gewoon op hoor. Ja. Hoeveel calorieën in zo'n bak zitten? I don't wanna know. Maar ja, het zijn twee grote friet en we hebben niet echt... Ja, we hebben wel een burger ernaast, maar niet... Ja, ik ga er excuses te zoeken. Ja. Dus we moeten bedenken waarom dit kan. Mm. Ja, het kan ook gewoon, waarom zou het niet kunnen? Ja, boeien. Ik bedoel... Ik mag af en toe genieten. Ja. We zijn dus in mijn Osso. In Amsterdam. Zo leuk. Voor de mensen die de vlogs niet hebben gezien, ik ben dus verhuisd. Nu kunnen we lekker chill mukbangs opnemen. Dus heb jij misschien iets leuks? Ja, we kunnen alles doen, want ja. We kunnen ook alles bestellen. Ja, we kunnen alles bestellen, letterlijk. We hebben geen ouders die kunnen zeiken van, ik heb geen zin dat je in mijn keuken staat te koken. Want dat hadden we heel vaak van, bij wie gaan we filmen? Ja. Want mijn ouders zijn thuis. Ja. Of andersom. En dan denk je van, ja... Je wilt niet dat je ouders ook het in beeld of gaan bemoeien van moet wat je ook eten. Rekening houden met avondeten. Ja, ook. Want nu denk ik, wij gaan vanavond ook niet echt naar avondeten. Misschien nog iets kleins. Ja. Maar niet maar echt. Zeg maar, anders voel je ook schuldig naar je moeder. Ja. Want dan heb je moeder een heel maaltijd gekookt, vindt ze Hello Fresh. En dan heb ik gewoon geen honger meer, want dan heb ik in de middag helemaal snel fruitbak zitten weg te eten. Ja, dat is ook gewoon zielig. Maar zo chill kun je gewoon alles doen wat je wil. Ja. Oh, maar je hebt 9 uur s'avonds eten. Ga je 9 uur s'avonds eten? Gisteren aten Stan en ik pas om 9:30. Ja. We gingen sporten. Zeg maar, 6 uur hadden we wat gegeten. Gewoon even iets kleins. Wat kleins, even crackers en zo.
Toen gingen we sporten. Nou, toen was ik 8 uur thuis. Ging boodschap halen, lekker koken. Ja. Lekker op mijn gemakkie. Heerlijk. Om 6 uur al aan tafel ja. zitten. Nou, dat is sowieso not my vibe. Nee, maar ja, wel als later kinderen heb. Na ook 6 uur. Oh, kak. Saus. Nee. Nou, ja, 6 uur denk ik. Nou, wij eten altijd sowieso pas 7 uur. Dat vind ik wel chill. Nou ook niet meer zo hoor, want de ene is 6 uur thuis en ja. 8 uur. Maar ja, ik snap wel, stel je komt uit je werk met je broer, die komt om 5 uur uit zijn werk. Nou, dat snap ik. Dan heb je zoveel honger. Nou, maar ook voor kinderen, gewoon een beetje regelmaat, ja. zeg maar. Mm. Kijk, tussen 6 en 7 zou ik wel willen eten. Sowieso kleine kinderen, die gaan op tijd naar bed. Ja. Gaan om 7 uur al naar bed. Je moet om 6 uur gegeten hebben. Ja. Daar moet je aan denken. Nee. Die kinderen moet eten geven. De hele dag aan die kinderen denken. Ja. Kijk, die bak gaat gewoon op. Ja, gewoon echt gewoon easy. Hij is gewoon easy. Oh my god. Mm. 10 minuten zijn we gaan filmen. Nou. Nou, snelle mukbang. Het slaat zo weer nergens op. Nee, maar ja, ik had het al wel verwacht. Ik ook. Zou je dit ook, zeg maar, alles kunnen bestellen bij de McDonald's? Stel je zegt, ik wil een losse Big Mac saus. Oh, ja, ik wil frietjes. Ik wil gebakken uitjes, gewoon rauwe ui. En ik wil augurk. Ja. En Big Mac saus. Zou ik het gewoon zelf bouwen? Ja, het zou vast wel kunnen. Oh. Dan kunnen we alles los kiezen, toch? En cheddar kaas. Oh ja, plakjes losse cheddar kaas. Oh. Hebben ze ook gewoon. Ja. Die smaak van McDonald's is gewoon geweldig. Die geur die erbij komt als je... Als die tas er is. Stel je bent gewoon zo'n bezorger, dan denk je toch altijd hoe ik ga eten. Maar ik denk dat je eigenlijk niet meer kan zien op een gegeven moment. Nee. Maar als Uber Eats bezorger heb je natuurlijk altijd wat anders. Ik ben niet vaste bezorger voor één restaurant. Echt niet. Nee, dat wist ik niet. Huh? Uber Eats is gewoon hetzelfde als Uber. Er komen gewoon aanmeldingen binnen en dan kan je kiezen, oh dat wil ik doen. En dan rij je naar de restaurant toe, haal je dat eten op en dan ga je het brengen. Ik dacht, McDonald's zit net zoals thuisbezorgd bij de Uber Eats. En dan bestel je bij Uber Eats gewoon een soort van thuisbezorgd. Nee. Dan... Net zoals met Uber. Maar stel, niemand wil het ophalen. Ja, er zijn zoveel van die Uber Eats die door de stad rijden. Dus mensen die denken, oh, ik ben nu toch gewoon op de hoek, dan haakt het op. Ja, en misschien heb je ook wel bijvoorbeeld je voorkeur dat je denkt, oh, ik doe gewoon bij dat restaurant, die vind ik chill. Ja, precies. Weet je wel. Maar het is gewoon altijd... Dus je kan ook soms wel eens niks hebben dat je gewoon chillen bent. Nou. Nou, ik krijg niet betaald. Ik krijg per order betaald. Hoeveel krijg je daarvoor betaald? Cecile heeft dit wel eens gedaan. Echt? Die heeft hier ook zo'n zak in zo'n ding liggen. Echt? Het ja. We wilden eigenlijk een keer een video van maken van een avond als Uber Eats bezorger. Gewoon doen alsof. En dan even bij een deur staan met eten of zo. Nou ja, nee. Gewoon dat doen. En je hebt natuurlijk eigenlijk altijd zijn het jongens. Maar Cecile was een meid en ik was er zo vaak bij jongens aan de deur. En die gingen dan allemaal fooi geven, helemaal tegen praten. Of zeggen. Ja? Ja, heel erg. Nou, dat wilden we eigenlijk een keer doen. Maar volgens mij verdienen het best wel goed. Mag ook wel, vind ik. Ja, vind ik ook. We fietsen heel die stad rond. Hele op die kutfiets. Maar ja, zo je denkt ook, oh, wel even pauze. Nou, ik pauze. Ja, dat is wel weer chill. Zeg maar, ja, ik ga zelf een hand. Wat doen, ik ga even chillen. Nou, dat is wel weer een voordeel. Het liefst zou ik nu gewoon nog saus hebben om die burger in te dippen. Ik vind het broodje een beetje droog. Ja, hè? Het is een beetje droog. Een beetje uitgedroogd. Nou, er is iets heel droog. Ja, dat broodje. Misschien moet je één... Ja, dat brood is echt wel droog. Of niet? Ja, ik proef ook iets heel droogs. Heel lekker saus. Ja, dat broodje is een beetje droog. Mmm, goeie. Nou, we zijn in kwartier zijn we helemaal klaar. Alsjeblieft. Nee, ik ben klaar. Ja. Een beetje droog. Nou. Ja, het was een beetje een droge. Ja. Het broodje is heel droog. Ja. Jammer. Ik zou echt teleurgesteld zijn als ik een kater hebben en dan hier op wachten. Dan krijg je zo'n uitgedroogd brood. Nou, het was me weer een genoegen. Het was me echt weer een waar genoegen.
Ik ben echt benieuwd wat mensen echt soms van ons denken. Ja. Ik denk elke keer bij de viering, oh, wat. Want krijg ik wel eens foto's van vrienden van mij op Curaçao. Want het ook foto's stuurt die mukbang van ons dat ja. Ja, wat moet je wel niet denken hoor. Ah. Ja, naar mij ook. Wat stuurde die nou? Welke video was dat? Was dat een mukbang ook? Volgens mij was die sushi mukbang aan het kijken. Ja. Die we laatst hadden opgenomen. Denk ik ook echt, oh my god, dit is ja. Zo awkward. Maar ja. Weet je, ja. Boeien. Gratis views. Nou, hè, weet je, kan toch niet? Nee, kwartier. Het is letterlijk een kwartier. Ik denk nog wel minder, want het is nog uitgepakt. Ja. Ik heb de hele bak nog gemaakt. Ja. Ik denk echt 12 tot 10 minuten. We hebben gewoon binnen 5 minuten die bak sowieso op. Ja. Ik kan nog wel een bak op. Ik ook. Het is zo lekker, maar oh. Hoe erg. Oh. Het is niet dat ik uit elkaar plof. Nee, helemaal niet. Ja, voor het al de 3 burgers per persoon. Ja, dat is, en ook echt in 10 minuten opgegeten. Hoe kan dat? Maar wij hebben eigenlijk, we maken te veel honger. Maar ik wil echt honger hebben voor die video. Ja, ik ook. Want daar maak ik gewoon echt schansen. Het kan ook nog later inkikken, hè? Ja, dat wel. Maar McDonald's is wel iets wat je heel snel ja. Soort... Waar zo'n bom. Ja, en ook waar je wel snel weer honger van krijgt. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is niet voedzaam. Oh. Het is gewoon niet voedzaam, dus... Het vult wel, maar het voedt niet je lichaam gewoon niks. Nee. Het is gewoon echt zo slecht voor je. Bij mij kan McDonald's heel verschillend vallen, hoor. Ja. Of ik zit heel de dag bomvol en ik ben zo misselijk. Of ik, kan of ik heb na een uur dat ik denk, nou, ik heb echt niks gegeten. Ja. Ja, ik heb het ook. Weet je wat ik dat ook heb met katers? Als ik dan iets heb gegeten, of ik heb een kater, ik kan de hele dag door blijven eten. Ik heb meer nodig. Ja. Of ik eet een iets en dan denk ik, nou... Ik kan kotsen. Ik ligt er echt aan inderdaad of je een overgeefgevoel hebt. Mm-hmm. Ik heb vaak pas echt einde dag dat ik pas wat kan eten. Ja. En dan kan ik ook wel lekker snijden. Zo, dan heb ik echt zin in alles. Ja, dan heb ik ook zin in alles. Ja, als ik echt wakker word, nou... Ja, zo heb ik kater gehad, denk ik. Het is een beetje wittig. Hè? Lijkt op beeld. Ja, door het licht misschien, maar ik kan er een beetje het licht aanpassen. Ja, dat komt wel. Nou ja, mensen, heel erg bedankt voor het kijken. We hebben echt niks over gehad. We hebben echt alleen maar gegeten. Maar iemand reageerde pas ook van, je hoeft het helemaal nergens goed te hebben. Nee. We vinden het gewoon leuk. Waar je het ook, wat je maar, eet. Ja, ik kan het ook bij die mukbangs. Iemand gewoon lekker al die ASMR. Daar praat je niet eens. Nee. Dan zitten ze gewoon letterlijk alleen maar te vreten. Ja, gewoon ASMR, no talking. Ja. En dan voet en dan met die noedels. En die vrouw kan ook zo'n bak leeg eten. Ja. Met alles erop en eraan. Ja. En een ei. Ik wil echt nog een keer die noedels maken. Want die vond ik echt niet normaal. En vooral met die gyoza's erbij. Ja. Die gyoza's, heb je die meegenomen? Nee, ik heb geen vriezer. Maar je hebt toch oliekop nog? Ja. Oh ja. Dan gaan we dat wel weer kopen. Vriezer komt eraan. Ja, nee, stil, gewoon thuis. Ja, gewoon thuis. Mijn ouders eten dat toch niet? Nee, mijn moeder zei ook al van, ik hoef dat echt niet. Ik zeg, ja, kan je meenemen, want ik heb geen vrienden. Nee. Zes na komt wel. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te supporten natuurlijk. En dan zie ik je heel snel weer. Doei! Doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...